Ja, die gaan we tompers naar maken. En dan wordt dit het eindresultaat. En dit is dan nog de lege tube. Die moeten we vullen. Het echte tandpasta. En die gaan we maken in een koffiebekertje. Een beetje de hogere chemie en de plastic spatel. Beginnen we eerst met 12 ml water af te wegen in de maatcilinder. Ja, je kan natuurlijk demi-water gebruiken, maar we gaan natuurlijk kraanwater gebruiken. Dat lijkt me wat normaler. Het is gewoon een slangetje. Nee, 4 tot 12. Nou, het is eigenlijk, dat even netjes doen. Die erbij. Nee, dit is 10. En dit is 2 ml, bij elkaar 12. En dat had ik net ook al gedaan, dat doen we in een plastic koffiebekertje. Nu gaan we 6 ml glycerine afwegen. Dat is een zoetstof. Volgens mij zit het ook in je koelvloeistof. Of in je ruitenwissersvloeistof. Ik kan het niet bevriezen. Niet te veel, niet te weinig. Stroperig spul. Te veel. Maar. Klein beetje door de gootsteen en. Het gaat dan ook een koffiebekertje. En nou 1 ml vloeibare zeep toevoegen. Dus dit. Ik doe even een bekerglazen.
een beetje. Zo te redden. Nee, dit is 1 milliliter. Tot hier schaalverdeling op deze pipet. Dus de vloeibare zeep erbij. Kijk, opschrijf wat erop staat. Glycerine. Als kom je in de war. Voeg een spatelpunt bindmiddel toe. Ja. Het bindmiddel. Maïzena. En voeg een druppel Natrena zoetstof toe. Een druppel, als er nog een druppel uitkomt. Pok in druppel. Zoetstof in de tandpasta. Goed voor je tanden. Druppel pepermuntolie voor de smaak. En roer dit alles goed door elkaar met de plastic spatel. Het gaat een beetje naar toppers aan ruiken door die pepermuntolie. Voeg nu 2 eetlepels krijt toe. Dit is krijt, calciumcarbonaat. En daar 2 eetlepels van. En dat is 2. We moeten weer goed roeren. Ik heb een soort pasta. En die pasta heet tandpasta. Ja, het is een beetje wittige tandpasta. En om het een beetje een gek kleurtje te geven, gooi er gewoon een druppel kleurstof in. Twee druppels.
stond dit recept. Mooi kleurtje. Nu is de tapestaat klaar en nu moet hij nog even in de tube. Zonder al te veel die naast te knoeien. Een nieuwe tarwespoor. Beter een beetje dichtknijpen zo. Een heleboel krijt zit er zo'n tandbestaan, dat wist ik ook niet. Doe zoveel mogelijk naar de bodemzar. Doe er meer bij. Maar ja, we hebben er geen conserveringsmiddelen in zitten. Dus de tandbestaan is maar 2 weken houdbaar. En dan moeten we even de tube sluiten. En de lucht moet wel even uit. Nou, dat is niet echt industrieel dit. Eerst omvouwen. Nou, nu ziet het er net zo uit als het voorbeeld. Nu gaan we even kijken of die een beetje functioneert. Dat is ook wel een medicijn, moet je ook eerst een gaatje erin prikken. Er zit een beetje lucht in, denk ik. Ik knijp alleen maar lucht eruit. Ja, komt wel. Net echt tandbestaan in. Het is gewoon niet zo'n kunstgebied. Nou, ik ben naar de supermarkt. We nemen gewoon dit.